Vandaag de toetsessie met Intergalactic Lovers. Ze debuteerden 3 jaar geleden en dat debuut werd meteen goud. Het leverde 4 hitsingles op en de band speelt alleen maar uitverkochte concerten in België, toert door Europa en speelt tot Texas en Toronto toe. En nu is er een nieuwe plaat, Little Heavy Burdens. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan in popliedjes gegoten en bezongen door de PJ Harvey van de Lage Landen, Lara Chedraoui. Lara, vanaf nu is de toets helemaal van Intergalactic Lovers. Voor deze toetsessie hebben we je opgesloten ver van de zon in deze studio, de toetsstudio. Hoe vind je hem? Ik vind het schitterend. Ik had niet door dat dat deze studio was, want ik heb mijn master in YouTube-filmpjes bekeken en kwam we binnen en ik dacht van, dat is in de studio waar dat er al heel veel artiesten heb gezien die in België komen spelen, die ook hier een sessie komen doen. Dus ik was even super fier dat we hier eigenlijk nu ook staan. Ik ben onder de indruk.
ik zie ook zo'n echt een bende op reis, op schoolreis bijna. Ja. Intergalactic Lovers, dus één grote vriendenclub. Ja, we kennen elkaar gewoon al zo lang, waardoor je elkaars zwaktes heel goed kent, elkaars sterktes, als ook de ego-issues een beetje kunt inschatten, dat je dat moet aanpakken. En ik denk dat dat ook bij onze band misschien het sterke punt is, dat je gewoon weet wanneer dat iemand pissed off is of pissed off gaat worden en tot 10 kunt leren tellen. Een nummer dat jullie spelen in de toetsessie is Delay. Het is van jullie debuutplaat. Hoe was dat toen dat opeens een hele grote hit werd? En hoe vind je dat nu nog om te spelen? Het blijft toch wel een echt eerder rocknummer ten opzichte van andere nummers op die plaat. En ja, die toch bij een heel breed publiek uiteindelijk oor heeft gevonden. Of gehoor heeft gevonden. Ja, we kunnen er alleen maar blij mee zijn, want we zijn het nog altijd niet beu gespeeld. Het is vooral ook heel leuk, omdat dat een van de eerste nummers was waar dat iedereen in het publiek aan het meezingen was. En dat is iets heel raar als je ziet dat mensen weten wanneer dat refrein eraan komt en zich ook echt enthousiast smijten met jullie mee naar refrein. En dat je dan gewoon mensen voor je die dingen ziet lippen, dan denk je van... Of dat ze nu fout aan het lippen zijn of niet, ze doen toch moeite om dat te doen. En dat was het eerste nummer waar je echt een hele tent of een zaal van respons kreeg op al waren het maar de oes. Maar dan dacht je van, oh shit, dus Santon dat echt wel een... Dat is jouw schuld, Helena. Het zijn die oes die ja, het ja, doen natuurlijk. Maar dat is gemakkelijk. Hè. Oes kan iedereen meedoen, dus daar moet je er wel in zitten. Vandaag spelen jullie Bruises van diezelfde debuutplaat. Dat was geen hit. En toch spelen jullie dit nu een langzaam gedragen nummer. Lara, waarom? Dat was denk ik echt het lievelingsnummer van op de eerste plaats voor mij. En ik heb nog kunnen zeggen van we moeten dat uitbrengen als single in de winter. Want dat leent zich er toen, maar we waren al uitgesingeld of zo. Of dat was tactisch geen goed plan. Maar dat nummer blijft bij mij nog altijd als we dat live spelen. Een nummer dat dat mij gewoon terugtrekt naar waar ik toen zat. Ik vind dat gewoon een prachtig nummer. En ik speel dat ook heel graag en ik word er altijd een beetje wak van binnen. Dus. Ja, Bruises was eigenlijk live wel een beetje een hit voor ons. Dat was nooit een radiosingle, maar op de optredens hebben we altijd de indruk gehad dat dat enorm veel respons gaf en dat mensen echt mee waren met dat nummer. En dat is live nog altijd een van de favorieten. Dus zonder single te zijn.
So tell me what to do now. I guess the easiest way is to walk along, and I really hope the best of luck to you. Even though we messed up, but I still think of you, and I hope that in your life you do succeed. And when you're deep down and out, you can call on me. Thank you.
Welk beeld heb jij zelf, Lara, bij Northern Road? Dat is een nummer dat Maarten eigenlijk geschreven heeft, onze gitarist. En ik heb hem geholpen met het pumpen van de tekst daarin. Maar dat is een tekst dat hij geschreven heeft op basis van een droom dat hij had over ons als band. Zoals het in elke band af en toe is lastig kan worden. En elke keer als ik dat nummer hoor, kan ik mij... Ik denk dat iedereen van ons een perfect in dat nummer kan inbeelden. Want we hebben daar allemaal, na dat eerste jaar dat dat plots is opgepikt geweest, allemaal fulltime jobs, allemaal verplichtingen. En dat worden... Dus ik besef nu pas dat ik sommige maanden gewoon niet meer weet wat ik gedaan heb. Ik weet dat ik daartoe kwam, moest opstellen, moest spelen en dan terug naar mijn werk gaan. En dat is zoiets dat iedereen zegt van, je kunt toch niet moe zijn, dat is toch super tof. Ik zeg, ja, maar ik moet ondertussen wel nog gaan werken of heel hard. En dat nummer dat daar is, dat is gewoon het is een soort van relatietest geweest met ons vier, waar we er alle vier zijn uitgekomen. En we zien elkaar nog allemaal super graag. Brendan ook. Ja, hij luistert zelf. Kijk eens aan. Dus dat is echt positief. Schrijf je makkelijk songs, Lara? Het is moeilijker geweest voor mij deze keer om songs te schrijven. De jongens zaten blijkbaar echt chockvol met ideeën. En bij mij zat het gewoon vast. Ik kon niks op papier zetten, omdat... We hebben een paar keer met hun het gesprek gehad. Ik had echt angst voor de tweede. Voor de verschrikkelijke tweede van oh, wat gaan mensen nu denken. En zij hadden alle drie zoiets van let gewoon niet op wat andere mensen denken of doen. Denk gewoon wat jij wilt doen. Bij mij heeft dat toch een maand of 4, 5 geduurd voordat er het eerste woord op papier kwam. Het hoofd zat vol, maar het kwam er gewoon niet uit. En ik ga bij deze gewoon mijn excuses bieden aan de jongens, want ik was in die periode zeer bitsig. En zeer, dat is ergens misschien ook een beetje jaloers op het feit dat zij dat wel konden. Maar ze hebben dat verdragen. Lief. En dan komt het eruit, dus voilà. And put your money where your goddamn mouth is, and put your hand where your lost one said. You've been trying hard to claim her. Believe me, you'll never get it. Never said that I would stay forever, oh. Bad in love and keeping this together. Mm-hmm.
een nummer als No Regrets. Denk je dat mensen daar troost bij vinden? Ik weet dat niet. Ik denk dat elk nummer voor iedereen een andere functie heeft of op een bepaald moment in zijn leven een functie kan hebben. Bij mij, als ik mij slecht voel, dan ga ik bepaalde platen opleggen. Waar soms wil ik platen horen die mij nog slechter doen voelen, waarvan ik weet dat de zanger of zangeres zwaar aan het afzien is. En dan andere keren wil iets vrolijk worden om je erdoor te trekken. En bij No Regrets is voor mij gewoon de... Ja, dat is een nummer waar ik altijd zo denk van, vergeet dat niet. Gewoon doen wat je denkt op het moment zelf dat goed is. En blijkt dat achteraf niet zo te zijn, ça va wel. Dan lossen we dat dan op. Maar niet te veel tobben. Maar dat is heel paradoxaal, want ik doe dat eigenlijk heel veel. Je speelt vandaag in de toetsessies een cover. Is dat een stijloefening? What Takes Me Through the Night van Kris Kristofferson? Lara? We hebben dit nummer gekozen omdat we dit nummer is ons gevraagd geweest om te coveren voor de film Code 37. We hebben daar heel lang al liggen sleutelen en we hebben een zeer mooie versie op poten gezet. Ze was te mooi om waar te zijn voor de mensen van Code 37, omdat ze te veel afweek van het originele. Maar ik vind het altijd heel tof als je een cover hoort van groepen die compleet anders zijn dan het originele. En ik denk dat we daar met vlag en wimpel... Of nieuw. Ja, dat soort uitdrukkingen. Met lach en wimpel, ja zeker. Ja, ingeslaagd zijn. Ja. Zeker, ja. Soft against your skin.